We moeten weer auditie doen voor Opal, jongens. Dit is een perfecte auditie. Beter dan mijn auditie van Legends of Gaming. Toen lag ik al na één ronde uit. Nintendo fans. Daar gaan we dan. Een nieuwe gym challenge tegen Opal. Nogmaals, hier hield mijn Nuzlocke challenge op Twitch op. Togekiss heeft heel mijn team gesloopt. Dus vandaag mijn revenge, hopelijk tegen Togekiss. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wil zien. En dan ga ik Opal proberen kapot te maken. Ook in deze video vind ik dat ik Rillaboom niet mag gebruiken, omdat hij iets te sterk is geworden ten opzichte van de rest. Dus we gaan dit doen zonder Rillaboom, maar met de andere 5 Pokémon. Na een kleine correctie, als er 5 Pokémon dood zijn, dan mag ik natuurlijk als laatste Pokémon wel Rillaboom gebruiken. Maar hey, laten we hopen dat het niet gebeurt. Daar is Weezing. En wat gaat Weezing doen? Weezing gaat voorlopig nog niks doen, want ik doe Iron Head op zijn bakkes en dan bam! Weezing in één keer kapot. Hoppakee! Lekker dit! Wat een goed begin! En Persecutor gaat gelijk naar level 39. Woe! Die heeft zo'n hoge attack. Kijk, die attack is al 103 nu. What? Oké, maar Mawile nu. Dat is natuurlijk ook een Steel-type Pokémon. Misschien is het goed om nu even te wisselen naar Diggersby. Oh, maar die had ik nou een potion mogen geven. Oké, beetje jammer dat ik dus ben vergeten om Diggersby een potion te geven. Zijn HP is nu 93 van de 125. Dat is niet heel handig. Mawile kent ook nog Intimidate, waardoor mijn attack nog verder naar beneden gaat. En de nickname van Opal is natuurlijk The Wizard. Beantwoordde de vraag goed. En daarmee gaat mijn speed omhoog. Dat zou wel eens handig kunnen zijn tegen deze Mawile. Ik ga onder de grond. Ik ga gewoon even Dirk doen. Mawile gaat voor Crunch. Die ontwijken wij nu voor het eerst. Dan gebruiken wij Dirk. En de helft van Mawile's HP is weg. Hij gaat weer voor Crunch. Oké. Dit overleven wij wel. Lekker. Oké, nog een keer. Dirk. Oh, hij gaat nog een vraag stellen. Wat is de favoriete kleur van Opal? Paars? Ja, paars inderdaad. Nou, nu wordt mijn Diggersby echt onwijs geboost. Maar eigenlijk wil ik natuurlijk dat mijn Persecutor geboost wordt. Anyways, Mawile is weg. En dan nu. Het moment waar ik op gewacht heb. Dat ik wraak kan nemen tegen Togekiss. Let's go, Persecutor. Al heb ik natuurlijk Heliolisk ook nog als backup. Omdat dat een electric type is. En deze freaking Togekiss is natuurlijk ook een flying type. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil je kapot maken. Togekiss gaat voor Air Slash. En die Air Slash move, die is super sterk. Kijk hoe sterk die is. Zelfs nu die nog not very effective is, is die nog super sterk. Maar hoppakee, nu heb ik een Steel-type Pokémon in mijn team, Togekiss. En nu is het gewoon gelijk klaar met jou. Wegwezen. Opzouten. Lekker. Mijn wraak is compleet. Maar mijn wraak is pas helemaal compleet als ik deze battle win. En daarvoor moeten we gaan battelen tegen Gigantamax All Creamy. En nou hoop ik dat ik sneller ben. En dat ben ik ook echt. Lekker. Oké. Opal? Ah, ik kom je pakken. Ik heb zoveel grudge tegen Opal, jongens. Dat is niet normaal. Het voelt heel naar als je gewoon heel erg lekker bezig bent met een Nuzlocke challenge. En dan komt er één Pokémon. En die wipet je hele team. Dat kwam omdat die Air Slash move zo'n beetje super effective was tegen al mijn Pokémon. Ik had geen goede counters tegen Flying-type Pokémon. En dat was heel naar. En daar is hij. De gigantische taart. Oh, creamy Gigantamax versie. Oké, mijn Max Steel Spike is in ieder geval gewoon lekker super effective tegen El Creamy. Het enige is dat ik gewoon één aanval moet kunnen overleven nog. En dan gaat het denk ik wel goed komen. Dit hoeft geen eens. Het hoeft geen eens. Dit is zo lekker. Dit is de ultieme wraak. De ultieme payback. Gewoon one-shot. Jullie zien dat Persecutor gewoon in het team moet, hè jongens. Lekker gedaan, vriend. Lekker gedaan, baard viking Pokémon. Ja, Opal. Ja. Daar ga je. Ja, en dan heeft tot nu toe Kaboom mij het toch het lastigst gemaakt, hè. Die heeft gewoon 2 Pokémon van mij gewiped. Sizzlypede en Stunky. En bij B, en hier ging het makkelijk. Terwijl we nu Draining Kiss leren, en dat is heel fijn, want die kunnen we weer gaan leren aan Morgrem. Dan kent Morgrem ook eindelijk een Fairy-type move. Hier staan de TM's. Draining Kiss. Yes, die gaan we even naar Morgrem leren. Hoppakee, weer een badge erbij. En samen gaan we terug naar Hammerlock. En in Hammerlock worden Opal en BD de beste matties ever. We komen Sonya weer tegen. En boom. Ja, het gaat niet helemaal goed hier in Hammerlock. Leon komt ook nog even langs. En dan gaan wij samen met Hoppy naar de volgende stad. Maar eerst wil Hoppy even battelen. En ik was hier niet op voorbereid, jongens. Ik weet niet met welke Pokémon hij gaat starten nu. Hij start met Trevenant. Je hebt gewoon even een Trevenantje gefixt in de tussentijd. Nou, dat is wel sick. Trevenant gaat voor Shadow Claw tegen mijn Persecutor. Hé, hey, laat wel mijn Persecutor met rust, hè. Hey, je gaat niet mijn Persecutor kapot maken, Hoppy. Ik bedoel, mijn Persecutor die moet mee tot het bittere einde.
Die moet deze Nuzlocke Challenge gewoon gaan overleven. Morgrom gaat naar level 39. Berserker naar level 40. En dan nu, Heatmore. Oeh, fire. Ja, dan moeten wij Diggersby gaan gebruiken. Normaal heb ik eigenlijk altijd een watertype Pokémon als counter tegen vuur. Ik doe eigenlijk nooit heel erg veel met ground-type Pokémon. Maar ik moet zeggen dat Diggersby me eigenlijk best wel bevalt. Ik vind Diggersby toch best wel een vette Pokémon. Hij doet het eigenlijk gewoon heel erg goed. Want grond is natuurlijk ook gewoon een perfecte counter tegen vuur. En daar gaat deze Heatmore nou ook last van krijgen. Hoppakee, dik op je bakkes. Hoppa, one-shot zelfs. Lekker hoor. Sorry Hoppie. Ik denk dat ik weer van je ga winnen. Maar ik moet niet stoer doen. Je moet nooit stoer doen in Nuzlocke Challenges, jongens. Dat kan altijd fout gaan. Diggersby gaat wel naar level 40 nu. Dan nu, Inteleon. Nou, ik mag Rillaboom nog steeds niet gebruiken, vind ik. Dus dan gaan we nu maar voor Heliolisk. Leveltje 39. Ik ben benieuwd naar het level van zijn Inteleon. Level 37. Deze lijken allebei een beetje op elkaar. Ze zijn allebei reptielen. Ik vind dit best wel een vette battle. Kijk hoe ze tegenover elkaar staan dan. Dit is best wel cool. Ja, ik vind eigenlijk Heliolisk en Inteleon gewoon heel goed bij elkaar passen. De battle der amfibieën. Of reptielen. Of whatever. Inteleon overleeft het net. Maar ook echt maar net. Ja, en dan is het wel jammer dat hij even een move doet die niet zo heel erg opschiet. Hoppie gaat wel voor een hyper potionetje. Dan is Inteleon weer full HP nu. Ja, maar ja, ik ga gewoon door met wat ik al aan het doen was. Mijn attack en mijn special attack zijn wel naar beneden. Je ziet dat Inteleon nu meer HP overhoudt. Maar hey. Geen probleem. Geen probleempie. Hoppakee. Heliolisk is ook een lekkere toevoeging aan het team. Omdat hij zo snel is. En die eerste move van hem, die is echt supergoed. Hij groeit nu ook naar level 40. Slowpoke groeit ook naar level 40. Alleen Morgum is nu nog level 39. Nu, Snorlax. Zou Snorlax een fighting type move kennen? Ik durf Berserker niet echt in te zetten namelijk. Laten we Slowpoke proberen die nog steeds niet geëvolueerd is. Ik wil eigenlijk ook gewoon nog niet naar de Isle of Armor en naar de Crown Tundra. Dat wil ik pas later gaan doen. Ik denk dat ik hem sowieso even ga laten slapen, die Snorlax. Want ik weet sowieso niet wat voor moves die allemaal heeft. Kijk, hij begint al met Stockpile. Zijn defense is nu omhoog. Zijn special defense is omhoog. Dan ga ik nu voor Zen Headbutt. Even kijken hoeveel damage dat doet. Ja, niet te veel hoor. Nee, dat dacht ik al. Snorlax die gaat voor Body Slam op mijn hoofd. Ja. Het is wel een critical hit trouwens. Ik denk niet dat dat nog een keer een critical hit zal gaan worden als hij nu wakker wordt. Maar ik kan nu Slack Off doen. Met Slack Off heal ik mezelf. En daarmee krijg ik de helft van mijn HP weer terug. Dus dit is wel een lekkere move voor Slowpoke. Deze combinatie, je tegenstander laten slapen en dan zelf je HP aanvullen. En dan gewoon rustig proberen je tegenstander te slopen en hopen dat hij niet te snel wakker wordt. Ik ga nu voor Psychic. Nou, dat werkt ook voor geen meter. Ik moet voor Zen Headbutt blijven gaan. Dat is de sterkere move van de twee. Snorlax wordt nu wakker, gaat weer voor Body Slam. Ik hoop niet dat hij nu critical is. Nee, nu niet. Dan gaan we Snorlax zo weer laten slapen. Snorlax die is wel lekker aan het verdedigen. Je weet wel hoe je je Snorlax moet gebruiken op zich. Dat doe je wel aardig. Nou, hij doet weer Body Slam. Hopelijk niet critical. Nee, niet critical. Nice. En dan slaapt Snorlax weer. Dan gaan wij voor de zekerheid natuurlijk weer even Slack Off doen. Weer even mijn HP aanvullen. Want ik wil natuurlijk niet dat Slowpoke down gaat, hè, in deze Nuzlocke Challenge. Want als er een Pokémon down gaat, ja, dan is het gewoon einde verhaal voor die Pokémon. Hij gaat weer voor Body Slam. Hij is alweer wakker. Oh, ik ben nu ook paralyzed. Dat betekent dat Snorlax nu sneller is. Snorlax doet nog een keer stockpile. Als hij nu een hyper potion krijgt, jongen, dan gaan we hem echt heel moeilijk down krijgen. Ik ben ook paralyzed nu. Oh, nee. Hou op. Hou op, Snorlax. Kappen nu. Laat me Zen Headbutt doen. Lekker bezig, Slowpoke. Man, dit mocht even duren. Dit duurde heel lang. Maar ook Slowpoke is weg. En nu heeft hij nog een Boltund. En dan ga ik uiteraard Diggersby weer inzetten. Ja, dat is dus ook wel lekker. Als je grond gebruikt als counter tegen vuur. Dan kan je grond ook gebruiken als counter tegen electric. Als je water gebruikt als counter tegen vuur. Ja, dan kan je die niet inzetten als counter tegen electric. Dus misschien is grond uiteindelijk wel de betere keuze dan water. Ik heb er nog nooit zo erg over nagedacht. Maar ik begin het wel een beetje zo te ervaren eigenlijk. Pakken! Ja hoor. Oké, dan Diggersby is ook sick man. Eerlijk, Diggersby is echt... begint een basie te worden. En dat was het voor Hoppie. We hebben Hoppie weer verslagen. Goed geprobeerd, Hoppie. Oh ja, we mogen een nieuwe Pokémon vangen hier. En dat wordt deze. Ja, dat wordt deze. Dat wordt een Inkay. Inkay is een Dark en een Psychic type. Dit zou wel eens interessant kunnen zijn als vervanger van Slowpoke. Ik kan hem helemaal niet raken, joh. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik mis al mijn aanvallen. Kijk, hoppakee, hè. Eindelijk. Oeh, zo. Zal ik maar gewoon even een ultraballetje gaan gooien? Dat was best wel een aardige move, man. Tegen mijn freaking Berserker. Let's go in, Kay. Ja, kom maar. Ja, nice. En nu is dus de grote vraag.
gaan wij Inkay gebruiken in plaats van Slowpoke. Laten we even naar zijn stats kijken. Zijn defense is in ieder geval best wel goed. Zijn attack, moi. Zijn special attack, ook moi. Ik kan hem alleen moeilijk evalueren. Tenminste, ik kan dat niet capturen, want dan moet ik mijn Nintendo Switch uit de dock halen. Dus dan kan ik het jullie niet laten zien. Nou, ik stuur hem nu even naar de box. Maar laat het weten in de reactie. Ben jij team Inkay of ben jij team Slowpoke? Hallo, mevrouwtje. Laten wij eens even gaan battelen dan. Mila gooit een Ribombi, dat is perfect. Ribombi doet een Fairy-type move. Toch nog best wel wat damage trouwens. Ribombi is volgens mij ook geen slechte Pokémon hoor, eigenlijk. Ziet er zo klein en schattig uit, maar volgens mij heb je daar nog best wel wat aan. Oeh, dan nu Vespiquen. Af en toe ben ik nog wel benieuwd hoe goed die defense van Heliolisk is. Want Heliolisk die wiped iedereen, maar die krijgt bijna geen klappen. Dus op het moment dat hij wel klappen krijgt, dan ben ik heel benieuwd hoe Heliolisk daarmee omgaat. Want dat weet ik op dit moment gewoon nog niet echt. Bijvoorbeeld nu, Vespiquen. Oh. Nou ja, die gaat een verdedigingsmove doen. Dus nu weten we het nog steeds niet. Potverdorie, ik wilde dat je me aan ging vallen. Ik wilde dat je me ging testen, Vespiquen. Nou ja, dan niet. Dan pak ik die XP weer. 1061 XP. Volgens mij heeft deze piloot sowieso Flying-type Pokémon. Nog meer kansen om hem te testen. Corp is Squire. Of ga ik deze Pokémon sowieso ook weer wipen? Ja, misschien wel, hè. Ja. Het is wel echt een sikke Pokémon, jongens. Ik ben er wel blij mee. Ik moet alleen niet tegen Ground-type Pokémon gaan vechten, want dan ben ik de Shaak, denk ik. Berserker gaat naar level 41 alweer. En Heliolisk mag tegen Rufflet. Die gaat hij sowieso ook wipen. Sowieso. Ja. Arme Flying-type Pokémon. Wel lekker dat we daar nu ook een goede counter voor hebben. Want die hadden we in het begin van de serie nog niet. Heliolisk en Morgrem gaan een leveltje omhoog. En Morgrem gaat nog steeds niet evolueren. Dat duurt ook best wel lang. Ja, hierachter lopen twee trainers. En daar is weer een duo battle. Daar zit ik gewoon niet op te wachten. Ik denk dat we gewoon lekker door moeten gaan. Ah ja, en dit is weer een nieuwe route. Dus hier mogen we weer een nieuwe Pokémon vangen. Let's go. Welke Pokémon gaan we hier als eerste zien, jongens? Wie gaat het worden? Het is een Pawniard, wat liep daarachter? Een Rufflet of een Girder? Nou, wil ik die Rufflet eigenlijk wel graag hebben. Want ik zoek nog een Flying-type Pokémon als backup Pokémon. En als we dan Rufflet evalueren in Braviary... Braviary is best wel nice hoor. Dus ik hoop dat we hem niet slopen nu met één Psychic. Ik denk het niet, want deze Rufflet is letterlijk een leveltje hoger dan mijn Slowpoke. En ik doe de zwakkere move van de twee. Oké, kijk. Misschien moeten we hem ook even in slaap brengen dan. Oh, hij doet Tailwind. Oh, ik dacht even dat ik daardoor weg zou waaien. Maar dat gebeurt gelukkig niet. Hij doet nu Aerial Ace. Dat is een goede move, jongens. Daar moet je niet moeilijk over doen. Aerial Ace is gewoon echt een goede move. Wij gaan nog een keer Psychic doen. Dan gaat hij hopelijk niet down. Rufflet valt in slaap. En dan ga ik hem vangen met een Ultra Ball. Nice, Rufflet. Ik hoop dat het lukt. 1. En... Oh, oké. Rufflet gaat gewoon uit mijn Ultra Ball. Misschien moet ik een Level Ball gebruiken. Aangezien deze Pokémon een hoger level is dan de Pokémon die ik gebruik... zou een Level Ball goed moeten werken. Let's go. 1. Ook niet. Oké, ik vind het bijzonder. Wat gebeurt hier? Hij wil niet hoor, hij wil niet. Oké, volgens mij helpt het als je een Pokémon hebt die minimaal hetzelfde level is als de Pokémon waar je tegen battelt. Volgens mij vang je ze dan makkelijker. Dus ik gooi even nu Berserker eruit om te kijken of dat klopt. Ik heb nog maar 1 Ultra Ball trouwens. Al mijn Ultra Balls gaan gewoon op aan deze Rufflet. Kom op jongen, kom op. Niet zo moeilijk doen, kom op. Kom in mijn team. Let's go, ik wil je. Yes, oké, nice. Dus we hebben nu een Inkay en een Rufflet die we in het team zouden kunnen doen. Ik word wel enthousiast van een Braviary in mijn team hoor. Maar ja, wie moet er dan uit? Rillaboom gaat naar level 44, Diggersby naar 41. Oh, maar wacht even. Ik heb even gekeken. Rufflet evolueert pas op level 54? Oké, dat is een probleem jongens. Ik dacht, ik vang hem op level 41 en dan evolueert hij bijna. Maar hij evolueert pas op level 54. Ja, sorry, maar die tijd heb ik niet. Je gaat naar de box. Bonjour, madame. Wilt u misschien een battle tegen mij doen? Dr. Joanna heeft Roselia. Roselia begint met Poison Sting. Dan doe ik even Zen Headbutt. En dan denk ik zomaar dat het in één keer klaar is. Lekker. Sloop ook naar 41. Nou, die stats zijn toch niet super goed meer nu, hoor. Voor deze fase in de game. Let's go, Morgrem. Jij mag het gaan opnemen tegen Heatrum. Pakken. Oh, lekker dit, hoor. Lekker. Bye bye, Heatrum. Nou, dat was het voor Joanna. En dat was het ook voor deze video. In de volgende video gaan we verder op deze route. En door naar de 6e gym. Doe een blauw duimpje omhoog als je dat wil zien. Vergeet dan ook zeker niet te abonneren. En knal even dat belletje aan. Dan krijg je elke dag meldingen voor nieuwe Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/winkertje. En zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!